Morgen zijn er verkiezingen in Nederland. Ik maak deze korte bericht met de hoop dat Nederlanders hun lange termijn geheugen terugkrijgen. In oktober 2010 trad kabinet Rutte 1 aan, een kabinet waar PVV van Geert Wilders invloed op had. In april 2012 klapte deze kabinet omdat Geert Wilders weigerde akkoord te gaan met moordende bezuinigingsvoorstellen van VVD en CDA. Maar op een of andere manier was het PVV dat bij de eerstvolgende verkiezingen was afgestraft. Nederlanders hadden een partij afgestraft dat niet akkoord wilde gaan met verstrekkende maatregelen tegen de Nederlandse burgers, omdat de overheid geld tekort kwam nadat het de criminele banken heeft gered, welke eigenlijk hadden moeten vallen vanwege hun wanbeleid. Over het afgelopen 4 jaar heeft de VVD en PvdA alles duurder gemaakt voor de bevolking. Ook heeft het ervoor gezorgd dat vinden van werk veel moeilijker is geworden. En dat werk totaal geen zekerheid biedt voor het opbouwen van stabiel leven. Omdat bedrijven de mogelijkheid hebben gekregen om werknemers als wegwerpobjecten te gebruiken. Met moeilijker bedoeld is het volgende: reiskostenvergoeding is stuk gemaakt door de huidige regering, waardoor verder weg van huis solliciteren nagenoeg geen zin heeft. Want je wordt afgewezen op basis van afstand. De zorg werd kunstmatig duurder, het basispakket werd uitgehold en eigen risico en premie bleven en blijven stijgen. De standaardargument van onder andere Schippers, VVD, met haar schimmige echtgenoot, dat het komt omdat de zorg duurder werd. Dat is geklets. De enige reden dat de zorg duurder werd, is omdat zorgverzekeraars flinke winsten maakten en dat niet van plan waren op te geven. En de overheid stak geen poot uit, omdat politici er naar uitkijken om een bandje daar te bemachtigen. Wat betreft veiligheid. De politie in Nederland wordt bestuurd door ernstig incompetente leiders die vaak VVD, PvdA en D66 aanhangen. Hun voornaamste taak is burgertje pesten en echte criminelen met rust laten. Want echte criminelen zijn te veel werk en bij de politie, NOM, zijn veel liever lui dan moe. Daarom komen veel internetoplichters en berovers weg met hun daden. Politie boeit het helemaal niet. Zo nu en dan komt er een bericht dat er zogenaamde grote oplichter is opgepakt. Dat is voor de show, om de bevolking illusie te geven dat de instanties iets uitvoeren. Het tuig met een bondkraag kan ongestraft grote gedeeltes van steden onbewoonbaar maken. En politie doet niks. Kijk naar Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Ede en vele anderen. Dat tuig hoeft maar het woordje racisme te roepen en politie is nergens te bekennen. Maar de politicus dat het probleem bij naam noemt, wordt vervolgd en veroordeeld. Nagenoeg alle partijen behalve de PVV verdringen elkaar met wie het land het beste aan Brussel kan uitverkopen. En niet omdat zij per se ergens voor staan, maar omdat sommige van hun naar bandjes in Brussel aan het hengelen zijn. Zoals in praktijk gezien kan worden met Frans Timmermans van PvdA. Deze ging over de ruggen van MH17 slachtoffers een toneelstukje bij de VN opvoeren om een bandje als secretaresse van Juncker in Brussel te bemachtigen. Ik zie de laatste tijd dat veel jongeren vanwege hun onwetendheid doodleuk zeggen: zij gaan stemmen op Jesse Klaver, omdat hij er zo leuk uitziet. Daar word je moedeloos van. Het is een Trojaanse paard dat zijn echte naam verbergt om zo op een slijmerige manier binnen te komen. En dan is Rutte. Als er iemand een verrader genoemd mag worden, dan is het hij wel. Zijn liefde voor om met grote jongens op de EU-bijeenkomsten gezien te worden is zo groot dat hij bereid was de bevolking een mes in de rug te steken en alsnog akkoord te gaan met Oekraïne-verdrag. En met een zielige inlegvel dat zelfs door de Raad van State naar de prullenbak werd verwezen.
Hij zit er absoluut niet voor het land, maar voor zichzelf. Ook met het doel later weggepromoveerd te worden. Over de afgelopen 10 jaar hebben alleen PVV en SGP nagenoeg hetzelfde standvastige agenda gehad. Huidige politici hebben inmiddels geschreeuwd dat PVV-programma's niet uitvoerbaar is. Alles is uitvoerbaar, zolang daar de wil voor is. Kijk maar naar andere partijen welke als doel hadden om eerlijke, hardwerkende bevolking zo hard mogelijk te naaien. En het lukte, want er was de wil voor. Dus ik hoop dat morgen 15 maart Nederlanders zich herinneren dat PVV als enige in 2012 voor de Nederlandse bevolking opkwam. En probeerde te beschermen tegen wat er afgelopen regeerperiode doorgevoerd werd. En stem niet op VNL, sinds het een partij is dat bestaat uit PVV-weglopers, dat de ruggengraat niet hadden om achter standpunten van Wilders te staan. Als kleine toevoeging, ik ben een immigrant van de voormalige Sovjet-Unie, wie in Nederland is opgegroeid en niet kan stemmen omdat ik geen Nederlandse nationaliteit heb. En geloof de valse peilingen alsjeblieft niet. Dit was mijn bericht, hopende dat veel mensen er wat mee kunnen.